Dit was mijn bureau. Tegenover mij zat Beb, ongeveer hetzelfde bureau. En hier langs zat meneer Kleiman. Dus we zaten heel knus met z'n drieën bij elkaar. Daarachter was ook nog een kantoor en daar zat Koegelen. Overdag spraken we niet zoveel over de onderduikers. Alles moest gewoon zijn gang gaan. Want als je erover zou praten, dan kom je onder een druk te staan. Dan dacht je steeds aan die onderduikers overdag. En dat moest niet. Het moest voor de buitenwereld, mensen die kwamen, moest je zo ontspannen mogelijk tevoorschijn komen.